Breda Nu. Je weet het meteen. We hebben een brief gestuurd. Ik en mijn collega's uit Bergen op Zoom en Tilburg namens 27 gemeentes hier in de regio's. Omdat we hebben gezien dat in de hele keten van jeugdzorg richting een rechtelijke uitspraak over een maatregel die getroffen moet worden in een gezin, dat dat een hele lange keten is waar heel veel partijen mee bezig zijn, waar heel lange doorlooptijden zijn, waar veel overdrachtsmomenten zijn. Wij zien daardoor dat kinderen heel lang moeten wachten op de goede zorg. En ja, als wethouders voelen wij ons verantwoordelijk voor de goede zorg voor de kinderen, snel, nabij en maatwerk op die kinderen. En dat botst met elkaar, hè? Lange doorlooptijden en snelheid en maatwerk, wat goed is voor het kind. Wij zijn een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dus dat betekent dat mensen ons bellen, zowel burgers als professionals, met een vraag. Dus ze kunnen ook advies krijgen. En daarnaast is het zo dat als iemand een melding wil doen, dat we dan gaan kijken wat is hier aan de hand, wie is hier al bij betrokken en wat moet er nu gebeuren. Dus dat betekent dat we eerst informatie gaan verzamelen, vervolgens gaan we taxeren op gevaar en risico. En vervolgens gaan we kijken van oké, wat is er nu nodig? Nou, de lengte van die keten, het duurt nou 5 maanden, 6 maanden als alles loopt zoals het volgens de protocollen moet. En dat is veel te lang, dus wat ons betreft moet dat veel korter. En misschien dat je onderzoeken kan overslaan of samen kan voegen. Partijen wat meer op elkaar kan af laten stemmen en protocollen en druk vanuit de overheid. Er zit heel veel bureaucratie en regels rond die onderzoeken. Dat kan allemaal veel simpeler en wat ons betreft veel korter. En daar willen we het graag eens over hebben. Dit gaat dus niet over dat het lang duurt voordat er hulp ingezet wordt. Want op het moment dat iemand onveilig is, gaan we natuurlijk direct op pad. En dan zijn er ook direct mogelijkheden. Maar het proces van onderzoek, dat kent wel diverse stappen. Veilig thuis is misschien wel een van de beste voorbeelden in Nederland hoe een veilig thuis moet werken. De Raad voor de Kinderbescherming doet ook heel hard zijn best. Hè. En ze trekken, zoals vorig jaar, toen dreigden de wachtlijsten te lang op te lopen. Dan zijn ze de eerste die bellen om het goed te willen organiseren. De processtappen die zijn landelijk georganiseerd. Er zit een deel in het gemeentelijk sociaal domein. En een deel bij de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank neemt daar een besluit over. En dat traject, daar willen de wethouders aandacht voor vragen. Van goh, is dat zo efficiënt? Kan dat wellicht beter? Waarin kunnen we leren van elkaar? Nou, dat vind ik een goed initiatief. Breda Nu. Je weet het meteen.